Hoi, ik ben Lotte en vandaag leg ik graag uit hoe het nou allemaal zit met de milieuprestatie. MPG, MKI, wat is dat nou allemaal en wat betekenen deze getallen? Ik leg het je uit. Zoals ik in een eerdere video al heb uitgelegd, volgt uit een levenscyclusanalyse een milieuprofiel. Een milieuprofiel bevat scores op 19 verschillende milieueffectcategorieën. En om verschillende bouwwerken met elkaar te kunnen vergelijken, worden deze 19 scores samengevat tot een 1-puntscore. Dat is de MKI, de milieukostenindicator voor de GWW-sector, en de milieuprestatiegebouw, de MPG, voor de BNU-sector. Nou, in verschillende gevalideerde rekeninstrumenten worden deze milieuprofielen in de vorm van EPD's, zonder gevoelige informatie, opgebouwd tot bouwwerken om zo te komen tot de MPG en de MKI-scores. Nou, deze worden dus vervolgens voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals je hier kunt zien. Onder andere voor de MIA-famielregeling en voor het voldoen aan het bouwbesluit. Nou, dit is eigenlijk wel een korte samenvatting van wat de milieuprestatie zowel inhoudt. En wil je nou meer weten, neem dan vooral een kijkje even op onze website. En hou onze LinkedIn zeker in de gaten, want daar, ja, vertellen we de huidige stand van zaken.